In een theaterzaal op het Mediapark in Hilversum wordt de aftrap voor de 3FM Serious Request actie gegeven. Dit jaar 3FM Serious Request vanaf de Grote Markt. Nog een maand en dan barst het spektakel in Groningen los. Ik ben wel dol op die stad. Het is echt een voor mij ook een levensgevaarlijke stad met die 24/7 economie die zich daar onderhuids afspeelt. Maar ik vind het een geweldige stad. Dus, reclame genoeg? Ja, maar ik meen het echt. Mijn broertje studeert er nog namelijk. Die zit bij Albertus. En mijn twee zusjes hebben er gezeten. En ik ben er veel geweest, dus ik ken Groningen wel een beetje. Ik vind het een superleuke stad. Het doel is zoveel mogelijk geld ophalen voor de malaria-bestrijding. Van de miljoen mensen die overlijden aan malaria is het overgrote deel ook kind. En dan in het bijzonder jonger dan 5 jaar. DJ Erik Corton reisde voor de zender naar Afrika en zag waarvoor dat geld nodig is. Voorlichting en netten. Zorgen dat dat mensen doordrongen raken van het feit dat ze zo'n net op moeten hangen en er ook daadwerkelijk onder moeten gaan liggen. En zeker hun kinderen eronder moeten leggen. Waardoor de mensen gewoon niet besmet raken met malaria, althans veel, veel minder. DJ Paul Rappering zat vorig jaar met Giel Beelen en Koen Zwijnenberg in het Glazen Huis in Breda. Wie er dit jaar inkomen wordt pas op 7 december bekend. De DJ's eten de hele week niets. Ik heb vorig jaar denk ik anderhalve week daarna echt afgelegen. Ik was compleet vermoeid, ik kon amper eten. En alle indrukken die ik opgedaan heb, die waren ongelooflijk. Dat moest ik echt verwerken. Maar ja, ik zou het heel graag weer willen doen, want het is het mooiste op het gebied van radio, denk ik. Dit is echt, mooier wordt het niet. En ik ben een radiodier, dus heel graag, ja. Dit jaar wordt het nog zwaarder. De DJ's moeten 12 uur eerder het Glazen Huis in. De actie begint al op vrijdagavond 18 december om 7 uur. Nieuw is ook dat ouders die betalen voor het goede doel de DJ's een middag op hun kinderen kunnen laten passen. En dan in beeld dat half Nederland op je vingers kijkt, hoe jij die luier... Nou ja, goed, alles voor het goede doel, hè. Er lopen al allerlei initiatieven om geld in te zamelen. Doel is de 5,7 miljoen van Breda te overtreffen. Ik sprak een paar dagen geleden met de burgemeester van Breda, Peter van der Velde. En die zei me van, en toch hoop ik dat Groningen het beter gaat doen. Reewinkel overhandigt alvast het bedrag dat Vindicat ophaalde met een meubelveiling. €2700. Een veelbelovend einde van de kick-off. Het is wel leuk hoor. Hele grote persconferentie van 3FM in het Instituut voor Beeld en Geluid op het Mediapark in Hilversum. Maar het gaat natuurlijk allemaal hier op onze Grote Markt gebeuren. En we zullen eind december heel Nederland laten zien hoe schier Groningen is.